en dan de ongeruste boeren. Want een aantal van hen kreeg vanmiddag bezoek van premier Rutte. Hij ging naar een melkveehouderij in Leusden die hij zelf had uitgekozen. En volgens boerenactiegroep Agractie was het bezoekje alleen maar om goede sier te maken. Kijk, we hebben al 6 tot 8 weken vragen wij om gesprekken met minister Van der Wal en met premier Rutte. En dat hij dan nu bij willekeurige boeren langs gaat, dat heeft geen enkele waarde behalve voor zijn eigen sjootje. Agractie heeft geen goed woord over voor het bezoek van Rutte. Tijdens het gesprek vanmiddag lopen de emoties hoog op. En ook deze boeren denken dat het bezoek vooral symbolisch is. Ik heb van Mark Rutte niet het idee gehad dat hij ons tegemoet komt in onze wensen en sowieso dat stikstofkaartje niet van tafel gaat. Het is een opening tot een gesprek, maar we gaan natuurlijk vanmorgen niet de regels en de wetten veranderen hier. Dus nee, ik ben nog niet gerustgesteld. Ik denk dat er nog heel veel water door de Rijn moet stromen, willen we bij elkaar kunnen komen. Ik was eerlijk gezegd niet om de zorgen weg te nemen, want die zijn groot en we moeten met elkaar in gesprek. Ik ben hier om die zorg aan te horen, maar ook welke ideeën er zijn, welke plannen er zijn om nou daadwerkelijk ook deze problemen op te lossen op een manier dat er ook een toekomst is voor de boeren. Maar ben je nou toch niet blij dat hij überhaupt op een boerenlandgoed gaat kijken wat er speelt? Het is voor de buren. Het is een showtje van we gaan even bij wat willekeurige boeren langs. Dan hoeven we niet met die lastige boerenorganisaties te spreken. Want er is geen enkel draagvlak voor dit beleid. En daarvoor moet Rutte met ons spreken en niet met willekeurige boeren.